De dienst Landsbosbeheer LBB is een onderdeel van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. De dienst werd op 21 juli 1947 opgericht om zich bezig te houden met het handhaven van de biodiversiteit in Suriname. Thans bestaat deze instantie 75 jaar. Dit betekent een zeer lange traditie in bescherming van onze natuur. Dankzij de inspanningen van de dienst kunnen we praten over 93% bosbedekking in Suriname. Volgens Roy Hoyshoy, chef beheerafdeling Natuurbeheer LBB, mag dit gezien worden als een verworvenheid. De samenleving moet de dienst Landsbosbeheer zien als een instituut dat sedert 21 juli 1947 belast is met het duurzaam beheer van de bossen van Suriname. Anno 2022 staat de dienst, heeft de dienst nog steeds een heel goede naam, toch? Maar delen van de taken van de dienst zijn gemandateerd naar SBB, meer de houtproductie en het toezicht op de houtproductie. En wat er eigenlijk nog over is bij LBB is de afdeling natuurbeheer, die belast is met de uitvoering van drie hoofdbeleidsgebieden van het ministerie van GBB. Eén is het beheer van de natuur, van de beschermde gebieden. Twee is het beheer van de in het wild levende dieren. En drie is de handhaving, controle, toezicht op de naleving van de wetten die te maken hebben met de natuur. Alleen nog de afdeling natuurbeheer is nog intact. En de afdeling natuurbeheer heeft een aantal secties, waaronder sectie educatie, sectie onderzoek, sectie voorlichting en nog twee secties, één sectie beheer beschermde gebieden en sectie wildbeheer. Bij sectie wildbeheer hebben we dan de jachtopzieners die zorg dragen voor de fysieke werkzaamheden in het veld. Zoals ik zei, het gaat om de hoofdbeleidsgebieden. Beheer beschermde gebieden en wildbeheer, dus het beheer van de in het wild levende dieren. Dan heb je dan bij in het wild levende dieren de jachtwet, die de richtlijnen geeft voor het beleid ten aanzien van in het wild levende dieren. Het is een wet van 1954 met regelmatige aanpassingen middels nieuwe jachtbesluiten. En de laatste jachtbesluit is van 2002, waarbij toch wel enigszins meer actuele zaken zijn opgenomen in deze jachtbesluit. Eigenlijk kunnen we zeggen dat het in de laatste jaren de bewustzijn toch wel heel sterk en groot is geworden. Maar we weten dat bij een verslechterde economische situatie, dat mensen meer in hun eigen omgeving zullen gaan zoeken naar extra inkomsten. Waarbij dus de mensen die bewust zijn toch nog vanwege de situatie toch gaan gebruik maken van beschermde dieren. Het mooie eigenlijk ook van dus die bewustwording de laatste jaren zien we dus dat op social media als mensen bepaalde situaties posten ten aanzien van beschermde gebieden, dan zie je dan gelijk de reacties van de overige leden van Facebook, die heel scherp toch deze verkeerde acties bekritiseren. En dat stemt toch wel goed. Toch? En we zien het ook in de tips die we binnenkrijgen ten aanzien van andere actuele zaken zijn dus, we zijn in feite de beschermde gebieden, we hebben ook nog de beschermde gebieden en die zijn de natuurreservaten, de Moemas en ook nog het Bronsberg Natuurpark. Dat valt onder Stunazu. En we zien dus dat anno 2022 de bedreigingen toch over het algemeen heel groot worden. We hebben climate change die toch wel een bepaalde invloed zal hebben op deze beschermde gebieden, maar ook in het wild levende dieren. En we hebben ook nog de ontwikkelingen in de
kleinschalige grootmeensector en de bosbouwsector die zich nu verplaatst naar het zuiden, buiten de oorspronkelijke bosgordel. Ja, er zijn heel wat partners waarmee LBB samenwerkt. Binnen dit kader hebben we dan WWF, Guyana's, die zorgt voor financiering van bepaalde operationele activiteiten met betrekking tot zeeschildpadden, ook met betrekking tot beschermde gebieden. We hebben CI Suriname, waarbij toch wel een mooie en goede samenwerking is met betrekking tot de jaguar en bescherming van de jaguar. We hebben ook nog een mooie samenwerking met ACT, toch Suriname. We hebben samenwerking met de Anton de Kom Universiteit. Dat zijn allemaal lokale NGO's waarmee we samenwerken. En internationaal hebben we dus ook nog, zijn we dus ook nog partij van het CITES-verdrag, CBD. En binnen dat kader werken we samen met de UNDP. We werken dan ook nog met de US Fish and Wildlife Service, die toch wel heel wat trainingen verzorgt. Ook met de Amerikaanse ambassade werken we, die via het ministerie van Binnenlandse Zaken van Amerika trainingen beschikbaar stelt om onze jachtopzieners op te graden. 75 jaar LBB betekent een zeer lange traditie in bescherming van onze natuur. En we praten nu over 93% bosbedekking in Suriname. En dat is in feite een verworvenheid van de dienst Landsbosbeheer. En dankzij dus de inspanningen van de dienst dat we hierover kunnen praten vandaag aan de dag. Jammer is dus dat in feite de terugval ook bij LBB te merken is. En dat wij van LBB uitkijken naar een grotere prioriteit voor natuurbescherming, maar ook ten aanzien van het bosbeheer bij alle instanties. Ook bij de hogere, bij de regering, zodat we dus deze traditie voort kunnen zetten.